Episode 418, niet te geloven. Ja, we gaan het hebben over stekkers. Laadstekkers voor elektrische auto's. Dat is niet zo'n vrolijk onderwerp. Dit is waarschijnlijk de saaiste video die je ooit gaat zien op e-drivers.com. Kun je de tijd ook niet teruggeven. Maar kijk hem af, minuutje of drie, en je weet alles over stekkers. Je hebt een elektrische auto. Dat is mooi. Dat is fijn, dat is handig, maar je hebt geen laadpaal. Dat is minder handig. Nou, er is iets op bedacht. Deze stekker, die heb je app, hè? Fijn. Die gaat in de auto. Deze, die herkennen jullie allemaal. Dat is dus de stekker die ook aan je föhn zit en aan je broodrooster. Die druk je in de wandcontactdoos. Kijk, de lampjes gaan branden. En dan kun je dus je elektrische auto laden. Dat gaat niet zo snel. Eigenlijk gaat het vrij langzaam. Maar je komt wel altijd weg. Hè? Je krijgt altijd weer een beetje stroom in die accu. En als je met je elektrische auto bij iemand op bezoek bent, die geen laadpaal heeft, inderdaad, kun je deze dus gebruiken. Jullie herkennen hem al, hè? De Yazaki, oftewel de type 1 stekker. En dat is eigenlijk eentje die je meteen... Oh, jij moet hem ook even hebben, Ab. Juist. Dat is er eentje die je eigenlijk gewoon meteen kan vergeten. Die stekker die is ontwikkeld, hoofdzakelijk, voor de netwerken in Amerika en in Japan. Nou, daar zijn we niet. Het is een uitstervende, dus die zien we niet meer terug. Welke is dat? Dit is de volgende, dat is Shademo. Ah, top. Dat is Laurens, onze stekker-expert. Kun je ook ergens anders voor gebruiken trouwens. Deze kunnen we eigenlijk ook meteen vergeten. Het is een snellader, een inventief ding. Kan namelijk zowel heen en weer stroom leveren, maar is bedoeld voor de Aziatische markt. Heen en weer stroom leveren, als je je auto aan een snellaadpaal zet, dan gebruik je deze stekker. Deze stekker zit aan de paal, in tegenstelling tot de type 1 en type 2. Die horen bij de auto, die gaan van de auto naar de paal. Deze gaat van de paal naar de auto. Bijna hetzelfde, alleen het beginpunt is een beetje anders. Deze stekker is dus voor Japan bedoeld. En in Japan zijn ze een beetje aan het nadenken gegaan. En hadden ze zoiets van, ja, als die auto nou vol thuis komt en je kunt thuis ook stroom gebruiken, dan kun je de stroom overgeven aan je huis. Nou, daar is die op ontwikkeld. Alleen we hebben er niks aan in Europa. Snelladen. Zo belangrijk, snelladen. Want je wil dat die batterij van je auto vlot vol zit. En nou zijn er heel veel snelladers in Nederland, maar er komen er nog veel meer bij. Dus die snellaadkabel, die is van belang. Die vorige, gaan we niet zien in Europa, deze wel. Hij heeft de vorm van de mannekes. En dan dit gedeelte, dat is voor het snelladen. Dit is de CCS-combi. Als je nou meer wil weten, hè, van deze saaie kost, doe het, want het is echt hartstikke belangrijk. Hè? Je weet welke stekkers er zijn en waar je ze voor kunt gebruiken en hoe het precies zit. Kijk eventjes op e-drivers.com of druk hier.